heel heftig. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag zondag en ik ben wakker. Het is helemaal geen goede morgen meer, het is echt al dik goedemiddag. Ik heb wel even de woonkamer een beetje schoongemaakt en opgeruimd. Ik ga me nu even aankleden, want Milan krijgt straks visite en als ik er dan nog zo bij loop... Dat is niet helemaal heel erg flappant. Goed, ik ga vandaag lekker uitrusten. Dit is de laatste rustige dag voordat ik mijn rijexamen moet doen. Dinsdag moet ik afrijden. En ik vind het echt mega spannend. Volgens mij als jullie deze vlog zien is het dinsdag. Nee, het is woensdag als jullie deze vlog zien. Dus dan is het al voorbij. Overmorgen als ik mijn examen doe. Zeg maar in deze tijd weet ik het al. Super spannend. Ik ga me aankleden. Ik ga me niet opmaken vandaag. Ik ga vandaag het huis helemaal schoonmaken. Ik ga lekker iets bakken. Ik ga dingen doen waar ik blij van word. Wat ik leuk vind. Vind ik het huis opruimen niet zo super leuk. En word ik daar ook niet zo super blij van. Maar wel als het schoon is. En ik heb altijd geleerd ook voor als je ander examen moet doen of zo. Een schone kamer slash een schoon huis betekent een schoon hoofd. Drukte in je huis, drukte in je kamer betekent drukte in je hoofd. En als jij gewoon... wakker wordt en je loopt lekker een schoon huis binnen en het is helemaal opgeruimd en netjes, dan zul je veel chiller wakker worden dan wanneer het één grote puinzooi is en je bent al zo gestrest. Althans, dat is dan voor mij zo. Kan ook zijn dat dat natuurlijk niet voor iedereen zo werkt. Ik ga lekker een jumpsuit aandoen. Jumpsuit. Dat soort chisels. Zo, ik heb inmiddels het hele huis opgeruimd en het is alweer 4:45 of zo. Schoonmaken ga ik dinsdag doen, want woensdag komt mijn vader met zijn vriendin langs. Zijn vriendin is hier nog nooit eerder geweest. En woensdag gaan wij naar Pip. Dus ja, vind ik het wel leuk dat er een lekker schoon huis is. Ik heb nu alles opgeruimd en dan ga ik dinsdag na mijn examen ga ik dan schoonmaken hier. Maar voor nu is het vooral rustig, zeg maar. Het is opgeruimd. Het is dan niet per definitie super clean. Maar het is wel opgeruimd. En dat geeft me gewoon meer rust in mijn hoofd. En nu ga ik lekker bakken. Ik ga speculaasjes maken. En daar heb ik heel veel zin in. Ik vind bakken gewoon heel erg leuk. En daar kan ik doen ja, waar ik blij van word. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb geen idee hoe dit precies gaat uitpakken, maar het zal wel. Overvormen doe ik nooit aan. Roer, boter. Boter, 150 gram boter. Oh, dit moet ik eigenlijk veel langer laten staan, die kutboter. Want die moet smelten. Dat kan ik dus niet in de magnetron doen. Iedere keer als ik boter in de magnetron doe, dan krijg ik allemaal van die vlammen in die magnetron. Ik weet niet wat het is. Bij niets anders krijg ik vlammen, alleen als ik boter in de magnetron wil opwarmen. Het is echt heel kwaad, maar ik durf het niet meer. Pan die vul je met water. Eigenlijk als je het nog sneller wil doen, kun je beter water kopen in de waterkoker. Dan zet je zeg maar deze zet je hierboven. Zodat dat gaat smelten. Als dat een beetje zacht wordt, is het helemaal topper. Even kijken wat ze de rest wat moet doen. Maar in ieder geval, Milan is nu boodschappen aan het doen. Ik heb gevraagd of ik een tros bananen mee wou nemen. Want ik kreeg echt heel veel tips van kijkers. Die zeiden dat ik 1, 2, zelfs 3 bananen moet eten voor mijn examen. Vanwege de spanning. Dat bananen goed helpen voor je examen wist ik wel, maar 3? Maar goed, ik vreet wel gewoon de hele dag door bananen. Het kan mij niet schelen als ik het kutexamen maar haal. Dus dat is je aan het halen. Vanavond eten we lekker lasagne. En is het vandaag eigenlijk gewoon ja, een heel rustig dagje. Ik ga even lekker koken en bakken en dan zie ik jullie zo. Oh, dan heb je niet van een week geleden, schatje. Ik ga even komen. Inmiddels is het eten klaar en gaan we lekker eten. We hebben lasagne, Milan zijn lievelingseten. En waar ik laatst achter kwam, door Enzo zijn boek ook Enzo zijn lievelingseten. Voor heel veel mensen is eigenlijk lasagne hun lievelingseten. Goed, dat gaan we lekker eten. Daarna gaan we nog een rondje rijden in de auto, want daar heb ik heel veel zin in. Dus we gaan heel veel naar Hilversum rijden, misschien dat Joost thuis is. En anders gaan we lekker een rondje rijden. Ik heb er zin in om even er tussenuit te gaan. Mijn speculaas is trouwens af. Dat ziet er nou zo uit, we hebben al een hapje geproefd. De binnenkant is een beetje zacht, maar ik merk nu die... afgekoeld is dat hij wel wat harder wordt. Dit is trouwens speculaas brokken. Dus hij mag zeg maar uit elkaar vallen. Het was een hartje, maar dat is het niet meer. Maar hij is wel lekker. Maar goed, niet te veel van snoepen. Maar ik moet het eten nog opdienen. Kijk eens, Miwam. Lekker eten. Ik moet alleen nog even een mes en vork pakken. En je mag niet knoeien op deze bank. Ik knoei helemaal nergens op. Ik knoei nooit. Nou, dat is niet helemaal waar. Wil je er wat te drinken bij? Dankjewel. Nee, heb ik al. Oké. Oh ja. Oh, er is toch geknoeid onder het bord. Ja, dat doe je zelf. Lekker. Oké, wij gaan lekker rust eten, want het tv-programma begint. Doei! Zo, wij zijn richting Hilversum. We staan nu al even bij een parkeerplek.
Want het is mega, mega mistig. En we weten niet of we nou mistlicht kunnen gebruiken. Sowieso mist voorlicht sowieso. Maar of je dan ook nog dimlicht moet gebruiken en of je mist achterlicht mag gebruiken. Ik weet dat je mist achterlicht mag gebruiken bij 50 meter zicht. Maar op internet staat dat je dan dimlicht niet meer aan mag doen. Dus ik ga het heel even navragen. En dan gaan we soms in onze rit verder maken. Maar het is echt heel heftig. Dus ik ga het heel veel vragen gewoon. Niet geschoten, altijd mis. Nou, wij waren dus onderweg naar Hilversum, maar er kwam ineens een mist, wolkachtig iets. Echt heel erg heftig. Je zag echt geen hand voor ogen. Dus toen hebben Milan en ik tegen elkaar gezegd, joh, we gaan nog weer terug naar huis. Want het was meer voor de lol dat we even langs Hilversum wilden gaan, maar het moet wel leuk blijven. Ja, als het risico loopt dat je een of andere goal hebt die niet weet wie in de mist moet rijden. Of dat je zelf een fout maakt, omdat je de situatie niet kent, dan ben je lul. Ja. Dus beter het zeker voor het onzekere. En hier is helemaal geen mist meer nu. Nee, dus... Heel klein beetje. Hier is bijna niks aan de hand, dat is heel erg bizar. Dat je echt ineens rijden dat tegemoet. Maar ja, geeft niet. Ga gewoon lekker editen thuis en dan ga ik gewoon lekker vroeg naar bed. En dat is ook prima. We zijn in ieder geval nog wel even uit geweest. Ik had gewoon meer zin om een rondje te maken in de auto. En ja, dat hebben we gedaan. Maar het is ook leuk, want het eerste moment dat ik mijn auto had, wou ik ook vet veel gaan rijden. Elke keer gewoon de auto pakken om weg te gaan, om gewoon die even, vrijheid ja. te voelen. Van ja, nu kan ik gaan fucking staan, naar Amsterdam als ik wil. Zonder dat ik hoef te wachten op de trein of iets, wat dan ook. Ik ga gewoon. En ik kijk wel waar ik parkeer, ik zie het allemaal wel. Ja. En ik flikker hem daar neer en ik stap uit en ik stap weer in wanneer ik wil. En dat is heerlijk. Het gevoel heb jij straks ook, schat? Ik hoop het, ja. Ja, echt wel. Nog 2 dagen. Super spannend. Als we in deze vlog zien, is het al woensdag, dan weet ik het al. Dat is altijd zo gek. Maar ja. Goed, wij gaan weer op richting huis. Nou, wij zijn weer thuis. Helemaal dikke visa, alles. Ik heb meteen even geëdit voor 2 vlogs. En voor een campagnevideo. Dus daar ben ik klaar mee, zeg maar. En ik wou eigenlijk ook de vlog van deze vlog, wou ik eigenlijk ook nog gaan editen. Wellicht dat ik dat nog enigszins een beetje ga doen. Maar ik denk dat ik morgen ook nog wel zin heb om te editen als afleiding. Dan wil ik in ieder geval zorgen dat ik dinsdag niets meer hoef. Ongeacht wat de uitslag zal zijn. Want als ik gezakt ben, vind ik het kut. En als ik geslaagd ben, misschien ook. Want dan wil ik misschien wel een feestje vieren of zo. Als ik geslaagd ben dinsdag, dan wil ik echt... Misschien trek ik dan maar die fles wijn open die ik van mijn moeder heb gekregen of zo. Dan ben ik zo happy. Het is nu 10 uur. Ik ga zo naar bed, of een uurtje ongeveer ga ik even lekker douchen. Ik ga mijn haar wassen en dan ga ik lekker slapen. Morgen heb ik, ik heb morgen dus weer de hele dag heb ik rijles. Van 's morgens om 10:30 begin ik tot geloof ik 16:30. Nee, ik weet eigenlijk niet tot hoe laat. Maar goed, ik ben wel blij dat ik nog zoveel lesuren heb ingepland. Want sommige mensen, de reacties daarop zijn een beetje wisselend. De ene zegt van, ja, zou je dat wel doen? Want 4 uur achter elkaar in de auto is zoveel. Maar ik zie het echt als, ik moet 4 uur lang rijlessen. Want de dag voor mijn examen moet ik dan ook 4 uur lang rijlessen en daarna examen doen. Dan heb ik nog 1/2 uurtje extra wat ik moet rijden voor mijn examen. Maar dan heb ik al de hele tijd in de auto gezeten. Ik ga bij deze wel vast de vlog afsluiten. Want ik ga, nadat mijn renders geven ga ik echt direct naar bed. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei. Oh ja. En pst. Elke vlog raak ik zenuwachtig geworden. Alsjeblieft. Spaar me. Het spijt me nu al. Niet te geloven dit. Ongelooflijk. Ze zit gewoon met Coco op het toilet. Is het ook gezegd? Jongen. Ik denk dit moet ik even vastleggen in de vlog.